Wat super leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Vandaag heb ik een ochtendroutine video voor jullie. De allereerste ooit op mijn kanaal. Ik heb wel een keer eerder een video gedeeld waarin ik liet zien hoe ik mijn beauty en verzorging doe 's ochtends, zeg maar. Dat soort ochtendroutine, maar nog nooit de ochtendroutine met de kinderen erbij en hoe dat zeg maar verloopt. Het is vandaag dinsdag en ik neem je dus mee in de ochtendroutine van een werkdag van mij. Om je een beeld te geven hoe dat eruit ziet. Dus vind je het leuk? Kijk dan vooral verder. Op mijn werkdagen begint mijn ochtend altijd met de wekker en die gaat om 6:35. Dan sta ik op en ga ik altijd eerst eventjes naar het toilet. Dan trek ik lekker mijn badjas aan en dan ga ik naar beneden. Beneden ga ik dan lekker even op de stoel zitten. Dat doe ik meestal hier voor het raam. Het is heel donker geworden deze beelden trouwens, maar dat komt door de camera. En dan ga ik lekker mediteren. Eventjes een momentje van mezelf. Even de dag rustig beginnen. En soms ook gewoon even zitten en mijn gedachten op een rijtje zetten. Dat vind ik een heel prettige manier om rustig de dag te beginnen. En dat bevalt me heel erg goed. Dan is het daarna tijd om de boterhammen te gaan smeren. Ik heb helaas vergeten om het brood uit de vriezer te halen. Dus ik heb hier bevroren brood. Die moet ik even ontdooien. Om vervolgens een broodtrommeltje voor Max te kunnen gaan vullen. En ook het brood voor deze ochtend te smeren voor het ontbijt. En de school krijgt Max altijd iets hartigs mee, zoals nu hier smeerkaas, soms ook iets van vleeswaren. Want hij eet nog steeds geen kaas, dus zodoende. En dan ook nog vaak iets zoets, dat verschilt een beetje wat ik er dan op doe. Ik vind het wel belangrijk dat hij ook wat gezonde items mee krijgt naar school. Dus daarom nu de snoeptomaatjes. Meestal eten wij bij het ontbijt een boterham met iets zoets erop, bijvoorbeeld appelstroop of pindakaas, soms iets met jam. De boterham van Sadie doe ik nog altijd in stukjes en dan krijgt ze dat dus zo op het bordje, zodat ze dat lekker makkelijk kan opeten. En dan stop ik de boterham eigenlijk altijd even onder een theedoek, zodat ze niet uitdrogen in de tussentijd, want ik moet mezelf natuurlijk nog klaarmaken. Dan krijgt Max natuurlijk ook nog iets gezonds mee naar school, voor het tussendoortje voor de ochtend, die ze samen eten in de klas. Dat is vaak een stukje fruit, in dit geval dus een mandarijn, soms doe ik ook wel een banaan of een appel, dat verschilt een beetje. En heel af en toe krijgt hij een keer een koekje mee, maar altijd met fruit erbij, want wij vinden het belangrijk dat hij ook op school gezond eet. Deze keer krijgt hij dus ook nog een knijpfruitje mee. En dan pak ik eigenlijk altijd alles gelijk eventjes in. Dus een broodtrommeltje met een melk voor tussen de middag en dan nog een beetje ranja en dus het fruit voor de ochtend. Dan is het nu weer tijd om naar boven te gaan. Ik ga nu mijzelf eerst klaarmaken. Max is inmiddels al beneden om te spelen. Dat hebben jullie niet gezien, maar dat was wel zo. En ik ga nu mijzelf even klaarmaken. Ik begin met het reinigen van mijn gezicht. Daarvoor gebruik ik altijd het product van Soutis. Voor een lekkere schone huid in de ochtend. Een tijdje geleden vroeg ik je op Instagram wat jij leuk vindt om te zien op mijn kanaal. Dus ik maak tenslotte deze video's natuurlijk niet alleen voor mezelf, maar vooral voor jou als kijker. En ik vind het daarbij heel erg leuk om rekening te houden met hetgeen wat jij leuk vindt om te zien. En deze routine was er daar één van. Dus wellicht heb je nog meer verzoekjes, die mag je altijd aan me laten weten. Stuur het gerust even in een reactie. Oh, je douche. Nee, we gaan nou niet onder de douche. Andere keer. Ja, nu niet, nee. Zo, klaar.
En daarna gebruik ik altijd een lekkere crème van Sauties. Soms met het serum, soms met de oogcrème, maar vandaag gewoon even alleen crème. Ik heb niet zo heel veel tijd, dus even gauw dit. Dit zijn de uitwasbare waterschijfjes waar ik het over had. Die had ik tijdens de avondroutine toen ik het liet zien in de was zitten. En deze kocht ik bij Yamako. Ik moet eerlijk zeggen, ze zijn niet goedkoop, maar dit is natuurlijk wel heel duurzaam. En daarbij zijn ze zoveel zachter dan de wegwerpvariant. Dus ik ben hier super blij mee, dus vind ik echt een aanrader. En daarom laat ik het nog even aan je zien. Dan is het nu tijd om mij op te maken. Dat doe ik eventjes gauw op de slaapkamer. Dat doe ik eigenlijk altijd vaak eventjes voor het ruim, zodat ik het goed kan zien. Ik gebruik gewoon alleen mascara en een beetje wenkbrauwgel vandaag. Gewoon mijn basic look. En ik gebruik dus altijd die van Maybelline en gewoon van de HEMA. Heel simpel, maar dat bevalt me goed. Dus dat ga ik eventjes gebruiken. En daarna is het tijd om mezelf aan te kleden. En natuurlijk het aankleden van de kinderen. Is hij klaar voor de nieuwe dag? Helemaal aangekleed. Oh. Ja. Yeah. Je bent nog een beetje moe of niet? Dan rest nu nog het mezelf klaarmaken. En vaak is het even mijn tanden poetsen en nog wat deodorant en een geurtje op. Dat doe ik eigenlijk altijd even na het ontbijt, vind ik wel fijn. En dan heb ik vaak nog heel even tijd voor wat huishoudelijks. Bijvoorbeeld het afruimen van de tafel of het uitruimen van de vaatwasser. Soms ga ik nog eventjes tussendoor mijn was vouwen of iets anders kleins. Terwijl Michael beneden is met de kinderen. En dan gaan we daarna de kinderen in de jassen hijsen. En is het tijd voor ze om naar school en naar de opvang te gaan. Gaan jullie weg? Is het tijd om te gaan? Wat is dat? Die moet even naar opa en oma, heb ik even uitgezocht. Veel plezier op school en op de opvang. Dag, dag. Feestje. Dat vindt als meer. Nee. Dag, veel plezier op school. Dag, dag, dag. Zo, en dat was het dan. De ochtendroutine. Het is nu net iets over 8. We zijn heel iets later weg dan normaal. Meestal is Michael net iets voor 8 weg met de kinderen. Hij gaat dus nu de kinderen naar school en naar de opvang brengen. En ik ga nu aan het werk. Vandaag werk ik thuis. En dan doe ik het eigenlijk altijd zo, zodat ik ook lekker op tijd kan beginnen. En dus ook op tijd weer kan eindigen. En dan vaak de kinderen weer opgehalen. Dat is hoe we het nu doen. En Michael moet vandaag even een ochtendje naar kantoor om daar wat dingetjes te doen. En die komt daarna ook weer thuis werken. De reden dat ik dit nu even nog heb gefilmd voordat hij wegging, is omdat dit echt geen doen is om te filmen als ik alleen ben met de kinderen. Dan duurt het allemaal veel te lang. Dus ik ga kijken wat ik nog misschien kan opnemen of kan vertellen erover op het moment dat ik alleen ben. Maar dan ga ik wel even zien hoe en wat. Ik hoop dat je deze video leuk vond. Was het zo, doe dan vooral even een duimpje omhoog. En laat me vooral in de reacties ook even weten wat je ervan vond natuurlijk. Maar ook wat je graag nog meer wilt zien van mij. Vind ik leuk om te horen. Dan kan ik daar rekening mee houden. En dan rest mij te zeggen heel erg bedankt voor het kijken. En heel graag tot de volgende. Doei doei!